Willem het Lodewijk Schoenen Geluk niet alleen een heel erg inspirerend televisieprogramma maken, maar ook online allerlei informatie delen. Nou, en een van de vragen die ik heb gekregen, dat ging over houthakken en waar je op moet letten en welke bijl heb je dan nodig. En wat ik heb gedaan, ik heb een van de experts van Husqvarna gevraagd, Niels, die gaat me helpen en samen gaan we een leuk spelletje doen. Dat moet ook wel een beetje feestje worden. Zeker. We gaan houtjes hakken en ondertussen handige tips geven. Gaan we doen. Ja, toch? Zeker. Welke houtsoort wordt in Nederland het meest gebruikt in de open haard? Nou, welke houtsoort kan je het beste gebruiken? Is wel loofhout. Vanwege ars. Ga jij kijken naar een eik, beuk, berk. Dat zijn wel de meeste houtsoorten die je in de kachel kan gebruiken. Hij zit in die drie. Yes. De mooiste en langste brand. Kleine tip. Dat is de eik. Ja, hij geeft de beuk, maar het is natuurlijk hetzelfde als een eik eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, ik reken hem goed. Super. Hoe kun je het beste gaan staan als je gaat hout haken? Ja, die weet ik wel. Wijdbeens natuurlijk, met rechte rug. Zorgen dat je bijl mooi recht valt ook. Yes. Om te voorkomen dat als je afzwaait door het midden, dat je niet in je been zit. Ja. En natuurlijk altijd veiligheidsschoenen en zorgen voor goede kleren. Klopt. Nou, het is natuurlijk niet een echt hele belangrijke grote wedstrijd, maar wie het meeste houtjes heeft, die wint. De meeste houtjes? Ja. Dus hoe groot wil je ze hebben? Ja, oké. Okay. Lucifers. Alright. Nou, we beginnen. Ja? Ja? Kijk. Telt ook wel. Zie je dat zo? Deze weet je denk ik wel. Oh nee. In welke Utrechtse plaats vindt in 2020 voor de 34ste keer het houthakkersfeest plaats? De Lage Vuur, hè? Heel goed, heel goed. Ja, heel top. Ja. Heb je nog eentje van mij dan? Natuurlijk. Wat is kloven? Ja, houtsplitsen, denk ik. Ja, zo kan je het ook wel noemen. Het is stukken breken of hakken van hout, bijvoorbeeld voor de open haard. Ja, voor mij hebben we het over hetzelfde. Daarom. Ja. Heb je nog tips voor het hakken? Tips voor het hakken? Ja. Je hebt het al uitgelegd, hè? In ieder geval gespreid staan, knieën bewegen. En als je de bijl pakt, omhoog halen. En dan met de handen bij elkaar, einde van het handvat. Waardoor je de meeste slagkracht hebt in de bijl. Hm. En zelf vind ik het wel lekker als de bijl nog enigszins een soort van, niet te veel dit doet, maar een soort van ook nog wel rechte kracht naar beneden. Yes. Door en mikken, dat is het belangrijkste. En dat is oefenen, mikken. Het is natuurlijk wel heel lekker hout dit. Het knalt lekker. Oké. Okay. Hoeveel hectare bos is er in Nederland? Je mag 10% naast zitten. 200.000. 300.000. 300.000? Dat is geen 10% hè? Nee, het is geen 10%, oké. Okay. Maar het is wel heel veel. Hoeveel verschillende soorten bijlen verkoopt Husqvarna? Poeh. We hebben hier al een paar liggen. Hoeveel verschillende soorten bijlen? Ik denk 60. Ja, dat is wel heel veel. Nee, alles, het hele assortiment met alles op de hand. Ja, daar gaan we naar het assortiment kijken. Komen we op 16. Oké. Dat is allemaal te vinden op de webshop. In Nederland? In Nederland, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Wat is bushcraft? Bushcraft? Ja. Ik zou zeggen van het leven van de natuur en alles van natuurlijke materialen maken. Ja, helemaal goed. Hutten en dat soort dingen. Heel goed. Hoe kun je controleren of het hout wat je gaat hakken droog is? Of gaat stoken, dat kan ook denk ik. Ik denk dat het belangrijkste is. Ik denk dat als je je bijl erin zet, komt er sap uitzetten misschien. Ja, nou ja, dan zie je wel dat het niet zelf, droog is. En zelf kijken op naar de stam of er niet al ergens een soort van aanzet is tot barsten. Maar het antwoord is... Het antwoord is, je kunt controleren of het hout droog is door twee blokken tegen elkaar aan te slaan. Klinkt de klap helder, dan is het hout droog. Klinkt het dof, dan is het hout nog nat. En kun je het best nog even laten liggen. Wanneer je het zeker weet of het hout droog is, kun je ook een vochtmeter kopen. Oké. Niels, de blokjes vlogen alle kanten op. Ik weet niet precies wie die gewonnen heeft, maar wat mij betreft ben jij het. Met al je ervaring. Yay! Hey! Super! We gaan koffie drinken. Lekker, gaan we doen. Hoppakee.